Goedemorgen, Mila is glitters van onze hoofd aan het afhalen. Het is zo lief. We hebben heerlijk een ontbijtje besteld. Een platje pannenkoekjes. Sapje. Lekker. We moesten weer iets verschrikkelijks vertellen over het vorkje. We hebben eigenlijk nooit gevlogd. Maar zij heeft dus zilver bestek wat ze heeft gekregen bij de geboorte. En haar vorkje van die set, want zoals je ziet, dit is een ander vorkje. Die zijn we kwijt. En die zijn we kwijtgeraakt op haar verjaardag toen we Haverleek sliepen. En we denken dat die in de prullenbak is verdwenen daar. Zo jammer, want haar initialen en de geboortedatum en zo staat erin. Maar echt, echt gewoon weg. Weg, 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 weg. Gewoon verdwenen. Ja. We hadden natuurlijk familie op bezoek en zo. Ik denk dat er gewoon een dingetje in de prullenbak is gegooid met dat vorkje erbij. En wij zijn dus Canal Pride beelden aan het laten zien aan Mila. En ze ziet beelden. En ze doet gewoon... Poef, met haar handje. Ik kan niet laten zien wat ze doet voor haar gezicht. Ze doet dat hartje. Dat heeft ze toen gezien bij Mickey. Weet je nog? Dat in Amerika. Sindsdien doen ze het af en toe. Maar nu doet ze me ineens zo. Dan ze. Ik... En net mijn shirt gestoomd. Vond ik al heel wat. En Mila ligt op bed. Ga maar even 5 minuten opmaken. Even mijn haar doen. Ik heb het weer gewassen, maar kan ik toch al 3 dagen elkaar gewassen? No! When you know, you know. Ik ga me heel even opmaken. Kort. Gewoon met SPF-achtige staf. En dan gaan we lekker naar buiten. Zin in. Misschien zien we nog wat vrienden. Misschien niet. In ieder geval met Mila volgende dag. We hebben echt sinds tijden... Een weekenddag waar we gewoon helemaal niks gepland hebben. Dus ook wel lekker. We vinden het altijd heel gezellig. Weet je, in het weekend spreken we vaak af met familie. Of met vrienden die door de week gewoon fulltime werken. Of nou ja, in ieder geval afspreken wanneer het alleen in het weekend kan, zeg maar. En vandaag hebben we niks. Gaan we dan de hele dag op bed liggen? Nee, we gaan erop uit. Dat vinden we echt het allerleukste hoor. Gewoon lekker erop uit. Lekker met de bakfiets ook. Love it. Oh, deze foundation, joh. Even een shout-out. Dit is geen spon. Zelf gekocht in de Sephora. Die It Cosmetics CC Plus. Letterlijk omdat ik had gezocht van wat is de beste, hipste foundation op dit moment. I freaking love it. En ook nog eens die SPF erin. Dit is echt, oh, amazing. Alright, mijn outfit of the day. Voor naar buiten chillen. Ik heb mijn... Check me eens aan. Ik heb ze nog niet aangehad. Die had ik van Gregor gekregen. En ik heb dit shirt aan. Better Together. Van Josh. Oud. En dan heb ik mijn lichtblauw broekje. Ik ben zo blij met het broekje. Dit is echt mijn go-to korte broekje eigenlijk. Merk ik. Een soort van staat bij alles leuk. Oké. En kijk. Hij doet. Oh ja, wel iets anders dan. Ja. Ja. Hetzelfde broekje soort van. Kan ik ook wel. Cream. Ja, dit is ook cute. Ja, dan ontzettend natuurlijk deze pasta's ook niet. Nee, dat is waar. We kunnen wel die andere, die een beetje dezelfde colorway hebben. Maar we kunnen een soort van blauwig iets bij haar aan doen, outfit dan met je ook. En ik draag weer deze. Ik ben helemaal obsessed met het merk, joh. Again, geen spon. Alles gekocht zelf. Oké, ready to go. Oei! We hebben iets nieuws. We zijn gestopt bij de Starbucks. Hier bij het Hilton zit er eentje. Onderweg naar Artis. En daar hebben we even alle drie een donut gehaald en wat lekkers te drinken. En ik vind dat we die er maar gewoon in moeten houden zo. Ze vinden het heel lekker. Gezellig! Bij Noor en Sander. Oh. Hallo. Zo leuk. Ik heb net even Olly de haar gevlochten. Kijk. Kan ik weer even oefenen. Ja. Ja. Jee. En de assistent. We zijn inmiddels weer thuis. En we waren om 9:00 thuis. Mila heeft zich zo goed wakker gehouden. Ik merk dat ze sowieso wat later naar bed gaat tegenwoordig. Maar ze was dus echt nog helemaal oké. Ook in de bakfiets en zo. En gewoon gezellig. Geen overtired child. Kwamen thuis. Het lag kwart over 9:00. Uiteindelijk was ze gewoon ook gelijk in slaap gevallen, maar gewoon lekker vrolijk. Hier wel rustig. Dan de poeten al en oud. Oké, prima. Dus ik merk wel daar dat het steeds zeg maar iets makkelijker gaat naarmate ze ouder wordt. Dus ja, ik weet niet of dat dan een fase is of zo, maar het is toch wel anders dan baby, want dat is natuurlijk niet meer. Ik ga nu even de vlog van morgen editen.
En dan wil ik even op tijd naar bed. Ook 10 voor 11. Dus. Oké, okay, guys. We hebben net een video teruggekeken van de ochtendroutine met Mila toen ze 14 maanden was. Die video Beauty Gloss. Oh my god, mijn hart. Het is zo leuk om te hebben. Ik kan echt iedereen aanraden om dit soort beelden te maken met eventueel je kind, partner, whatever. Wie dan ook. Gewoon herinneringen, momenten, routines. Want you never know. We zijn nu, nou wat is het, een jaar verder of zo. Het is zo fantastisch om te zien. En voor iedereen die altijd vraagt, filmen we ook wel dingen van Mila's met gezicht en zo, voor onszelf. Ja, dat doen we de hele dag met telefoon. We hebben vlogbeelden die we dan zeg maar wegknippen en dan slaan we het voor onszelf op en zo. Dus ja, dat doen we zeker. En dat is echt wel heel erg leuk voor later. Ik moet zeggen, ook als ik die beelden zie, dan denk ik, oh, ik mis het om haar dan zeg maar te delen. Maar ergens, ja, het is gewoon nog steeds wel de beste keuze die we hebben gedaan om op een gegeven moment te stoppen met haar filmen. En ik heb het idee dat heel veel mensen toch wel het meekrijgen wat we doen en zo. Het is niet alsof ze niet bestaat, alsof je denkt van, wow, zie je überhaupt je kind nog wel eens? Dus ze is er wel, maar ze is echt, ja, onherkenbaar en meer op de achtergrond en zo. En ik denk dat dat de beste positie is voor haar, dit punt van haar leven. Ik heb wel van vriendinnen, van meerdere vriendinnen gehoord van, ja, weet je, op momenten dat ze 7, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar dat ze 7, 8 zijn, dat iedereen dan op een gegeven moment Instagram heeft en zo. En dat het dan echt wel, ja, ik weet niet, iedereen wil op social media zijn, vind ik echt trouwens heel jong, maar ja, dat ook een vriendin zei van, ja, ik laat me zo nu dus wel zien, omdat hij dat zelf dus wil. Maar ik weet gewoon niet hoe zit, of wat is hip bij die kids? I'm too old for this. Wat is hip, zeg maar, op welke leeftijd, hoe, wat, waar? Ik weet, TikTok, ik weet wel, zeg maar, de tieners en zo. Maar echt kinderen. Wat doen zij op social media? Wat wel niet? Wat laat je toe? Ik ben daar eigenlijk wel benieuwd naar. Oké, ik ga het vlog afsluiten. 1 uur, maar ga lekker slapen. Dat was zo'n leuke dag. Oké, wel rusten. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye. Goedemorgen. Het is donderdag. Ik zit te ontbijten met havermout en cranberries en blueberries ook. Dit is wat ik aan heb. Ik heb weer die zebra schoentjes aan. Dit is een kokerrok, maar die is een beetje transparant. Dus ik heb een soort jurk ding, shirt, jurk. Iets langer is, maar een video opnemen voor volgende week. Voor het schoolthema. Hoi, het nieuwe schooljaar. Hoi. Precies. Ja. Hoi. En je moet eigenlijk alle randjes beschermen. Ik ga het nu even zeggen tegen ze. Doe maar even de camera. Even kijken, wat ging er aan? Oh ja. We hebben onze speciale Nike. Goggles binnen. Gaggles. Gaggles. Ik zei nee, gaggy. Nee, zei ik een gaggies of zo? We hebben onze Nike Gaggles binnen. Gaggles. Er moeten alleen nog batterijen in. En daar kan je, als het goed is, 's nachts mee kijken. Gaggles. 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 Oh yeah. Voor Burning Man dus. Goed doen, maar er zitten gewoon een soort van lampjes in de zijkant, denk ik. Ja, kijk hoe cool. Denk het goed? Er gebeurde niks. Wacht. Heb je dat echt? Oh, hier. Mag. Ik kan het van voor, jij moet van voor. Ja? Ja, 1, 2. Wow! Kijk eens!